Ik ben Marielle Hamers en ik heb een salon voor hartverzorging. En 2 dagen in de week ben ik leerkracht op de basisschool Sint-Pieter in Maastricht. Maandag en dinsdag begin ik in de ochtend heel vroeg, afhankelijk van hoeveel klanten ik heb gepland en welk type behandelingen deze mensen hebben. Mijn salon richt zich met name op hartverzorging, hartverbetering en permanente make-up. Sommige mensen komen heel vrolijk binnen en genieten van de behandeling en gaan ook vrolijk naar buiten. En er zijn ook een hele hoop mensen, ja, die hebben toch wel wat zorgen en komen hier binnen en gaan dan eigenlijk met een wat lichter gevoel weg. Althans, dat is wat ze zeggen. En dat is dan mooi als je daaraan kunt bijdragen. Ik ben eind jaren 80 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. En daar was helemaal geen werk in te krijgen, want dat was heel moeilijk. Dus ik heb wat omzwervingen gemaakt met werk als receptioniste, als sales PR manager in hotellerie. En uiteindelijk kwam ik als interstudent terecht bij een uitzendorganisatie. En ook daar begon het te kriebelen en toen ben ik de opleiding als schoonheidsspecialiste in de avonduren gaan volgen. En had bedacht van, nou, dat lijkt mij wel leuk. En ik moet bekennen dat het een heel mooi vak is, wat heel vaak wordt onderschat. En een jaar geleden dacht ik van, wat ga ik doen? Waarin wil ik me weer gaan verder bekwamen? En aangezien er in de media ook heel veel over het onderwijs wordt verteld en ik uiteindelijk wel dat diploma heb behaald, dacht ik van, zou dat niet mooi zijn als ik ga ontdekken of dat nog iets voor mij is? En of ik het kan combineren met mijn salon, want die wil ik niet kwijt. Zo ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan om te kijken van, wat voel ik nog bij het onderwijs en kan ik het nog? Ik ben met een aantal mensen gaan spreken uit het onderwijsveld. En ik heb aangegeven dat ik heel graag een aantal scholen wil gaan bezoeken om te kijken of het gevoel er nog is. En dat kon. Omdat ik dacht van, dat zou wel mooi zijn als ik dit toch kan doen. Maar ja, de combinatie is al heel vreemd. Toen dacht ik van, nou, ik zal iets moeten inleveren van de salon. En daar ben ik eigenlijk achtergekomen dat voor mij gewoon die woensdag, donderdag een mogelijkheid is om te gaan herintreden. En zo ben ik verder gegaan. Maar toen kwam ik in mijn zoektocht op basisschool Sint-Pieter. En daar had ik hele leuke gesprekken. Daar klikte dat en daar paste die puzzel. En de directeur die heeft eigenlijk dus ook niet gedacht in beperkingen, maar heeft in mogelijkheden gedacht. En dat paste wel een beetje in mijn straatje natuurlijk. En sinds januari 2019 ben ik in dienst bij basisschool Sint-Pieter. En het is een heel fijn gevoel. Er is natuurlijk heel veel veranderd in het onderwijs. En ik wist natuurlijk ook dat ik, doordat ik deze stap ging zetten, dat het voor mij best wel even pittig is. Als je dus voor een digibord staat, dan weet je inderdaad even niet hoe je dit moet bedienen. Ja, er is niet altijd tijd om je alles uit te leggen, maar je merkt gewoon dat er allemaal, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar net alsof er allemaal kastjes opengaan waar je denkt, oh ja, dat was zo, of dat was zo. En daarin probeer je je creativiteit te gebruiken naar het hedendaags onderwijs. Nou, wat ik nu het afgelopen jaar heb geleerd, dat je, als je gevoel hebt dat je nog iets anders moet of wil, dat je dat altijd moet onderzoeken. Maar dan pak het aan en ga kijken. En als het iets niet lukt, dan is het ook niet erg. Dan heb ik het geprobeerd. En tot nu toe voelt dat heel erg goed.